hebben we een marketingteam normaal gesproken met 3 personen erin. En die hebben we uitgebreid met 15 mensen. Goedemiddag dan bij deze officieel. Goedemiddag. Ja, je wordt ook wel de kaaskoning van Nederland genoemd. Las ik ergens net online. Wie bewillig? Ben je daar blij mee met zo'n titel? Dat is het rare blad quote zeker dat we doen. Nee. In dit geval ging het om ere wie ere toekomt. Dit was een artikeltje op Marketingtribune. Oké. Nou, ja. Volgens mij is dat overgenomen van de quote. Want die zijn ermee begonnen. Maar, kijk, het streelt natuurlijk wel, hè. Maar de echte kaaskoning is natuurlijk mijn vader, hè, Henry. Ja, precies. Dat is uiteindelijk de grond als de echte koning. Ja. En jij bent de prins. De prins, ja. Ja. Kroonprins. Hoe is het in de kazenwereld? Want je doet natuurlijk meer dan alleen maar... Je bent eerder op CVD bij ons geïnterviewd door inderdaad Paul Verriessen van Quote. En toen ging het met name ook over de fysieke winkels jullie in Amsterdam. Ja. Maar jullie zijn natuurlijk een veel breder bedrijf dan dat alleen. Maar hoe gaat het, zeg maar even in algemene zin met jullie nu? Wisselend dus. Ons productiebedrijf draait door. Althans, we hebben 2 kaasmakerijen waar we de melk verwerken. De ene kaasmakerij maakt met name producten voor onze eigen winkels. En die is wel een tijd hebben we die stilgezet. Die begint nu zoetjes aan weer te draaien. En de andere locatie is extra druk geweest. Die locatie staat in Heerenveen en dan draaien we met 5 ploegen 7 dagen in de week. En die verwerkt nu ook een groot deel van de melk die we normaal gesproken in Katwoude verwerken. Van waar die tweedeling dan? Tussen de ene dicht en de andere heel erg druk? Nou, in de ene maken we de kleine kaasjes, hè, die je wel kent van onze winkels. Ja. En de andere maken we grotere kazen, 4,5 kilo en 8 kilo kazen. En die zijn ook voor een belangrijk deel bestemd voor export en groothandel. Ja, precies. Ja, en dat loopt gewoon door. Ja, sterker nog, de supermarkten hebben niet, wat dat betreft niet zoveel te klaar. Ik bedoel, naast toiletpapier in het begin even, zijn we gewoon blijven eten en drinken met z'n allen natuurlijk. Ja, zeker. Dus dat onderdeel, dat bedrijfsonderdeel loopt gewoon door. Ja. Gelukkig maar, want dat zorgt in ieder geval ervoor dat we daar geen grote zorgen hebben voor wat betreft de gevolgen van de corona-uitbraak. Ja, want hoe zien die er aan de andere kant uit? Als je kijkt naar dat gedeelte van de markt waarbij je toch heel duidelijk draait op Amsterdam, met retail, veel retail in Amsterdam, met veel toeristen als klant. Wat is daar het effect van? Groot, heel groot. We hebben de winkels initieel allemaal gesloten. 31 stuks. Okay. Waarvan ook een aantal winkels inmiddels in Duitsland en Oostenrijk. Die hebben we eerst maar eens even gesloten om te kijken van wat we moesten doen om de winkels corona-proof te maken. Ervoor te zorgen dat mensen ook veilig bij ons konden winkelen. Mm-hmm. In de loop van mei en juni hebben we de winkels weer stapsgewijs geopend. Maar ook wetende dat de hoeveelheid klanten drastisch is teruggelopen. Ja, zeer drastisch. Want we hopen dat de Nederlander ook veel minder in het straatbeeld te vinden is, zijn er ook geen toeristen meer geweest. Maar dan heb je het over, dat is echt een kaalslag. Dat is, wat is het? Hoeveel van de omzet doe je dan nog? Is dat bedoel 10-20% iets in die orde van grootte of zo? In de tijd dat we dicht waren was het natuurlijk 100%. Ja. Nu we stapsgewijs weer open zijn gegaan, zitten we nu zo'n beetje richting de 10%, 12% van de normale omzet. Maar maar even met de ondernemerspet op, dat is, daar word je niet vrolijk van, toch? Nee, daar word je zeker niet vrolijk van. Het maakt wel creatief natuurlijk. Het zorgt ervoor dat je op alle mogelijke manieren inspant om het bedrijf door deze crisis heen te loodsen. Ja. Gelukkig, we hadden in de afgelopen jaar ook wel wat gespaard. Met name ook omdat we voor een grote investering stonden. Die investering die hebben we vanzelfsprekend even op een laag pitje gezet. Focussen we nu gewoon om het bedrijf door de crisis heen te loodsen. Maar er moesten nogal wel wat dingen gebeuren om ervoor te zorgen dat de kraan ook qua kosten enigszins dichtgedraaid kon worden. Maar wat een mazzel dat, want waar zou die investering in zijn gegaan?
Groot nieuwbouwplan hier in Katwoude, waar het bedrijf gestart is. Het hoofdkantoor ook zit. Ja. Daar waren we van plan om de hele kaasmakerij nieuw te bouwen. Daarin ook een soort van rondleiding naar huis te vestigen. Een soort van beleving waarbij mensen aan de ene kant de koeienstal kunnen zien met de Jersey koeien. Ja. Daarna via een luchtbrug ook het hele kaasmaakproces van bovenaf kunnen bekijken. Dat is een hartstikke mooi plan. Ja. Alles staat eigenlijk in gereedheid om daarmee van start te gaan. Maar ja, we vinden het nu even te voorbarig om te zeggen, daar gaan we mee aan de slag. Ja. We moeten dus niet door deze periode heen. Ja, en hoe doe je dat? Wat kunnen jullie besparen? Hoe zitten jullie bijvoorbeeld vastgoedwise en zo? Al die winkels, is dat van jullie? Huren jullie dat? Of hoe zit je kostenplaatje er nu uit? We hebben een aantal locaties hebben we in bezit, maar de meeste locaties zijn gehuurd. Dus dan spreken we natuurlijk ook met huiseigenaar, met huisbazen. Doen we toch wel ook een beroep op die huisbazen om in deze hele onvoorziene situatie ons ook te helpen. In alle huurovereenkomsten is eigenlijk nooit nagedacht over wat het gevolg zou kunnen zijn van een pandemie van deze orde. Vragen we ook om een stukje meedenken van de huisbaas. En we zien wel dat gelukkig bij heel veel eigenaren ook wel lukt. Je hebt natuurlijk ook personeel in al die winkels, toch? Want hoe is dat georganiseerd? Ja, nou ja, we hebben ongeveer 500 mensen die bij ons werken, waarvan 350 in de winkels. Sure. Ja, en daar moesten we ook wel wat voor verzinnen. Hè. Gelukkig is een deel van de loonkosten wel gedekt door de NOW-regeling. Ja. Dus we krijgen hulp ook van de overheid, waar we heel blij en dankbaar om zijn. Ja. Maar goed. De regeling, en dat is trouwens een heel goed aspect van die regeling, dat die regeling uitbetaalt ongeacht of de mensen thuis zitten of aan het werk zijn. Hmm. Dus wij hebben wel gemeend dat het gewoon heel verstandig is om ook gelijk aan de slag te gaan om de winkels schoon te maken, op te knappen, te schilderen. En wat we ook gedaan hebben, natuurlijk de voorbereidingen voor het hele corona-proof maken van die winkels. Dus mm-hmm. We hebben echt mensen volop ingezet om daar mee aan de slag te gaan. Ik ben hartstikke trots ook op onze mensen, want die hebben geweldig werk daarin geleverd. Ja. Iets anders wat we ook hebben gedaan is, we hebben een marketingteam normaal gesproken met 3 personen erin. En die hebben we uitgebreid met 15 mensen. Uit de eigen organisatie. En dat zijn allemaal mensen die normaal gesproken bij ons in de winkel staan, maar ook wel affiniteit hebben met social media of met fotografie of met filmen of met ander soorten marketing. Of omdat ze bijvoorbeeld studeren. Dus we hebben een heel groot marketingteam gecreëerd uit de eigen medewerkersgroep. En dat zorgt ervoor dat we nu dagelijks ook op social media kunnen posten en met goede materialen kunnen. Ach, geweldig. Ja. Ja, zo zie je dat innovatie ook weer zo om de hoek komt kijken in zo'n crisis. Want hoeveel van jullie handel, zeg maar even in plat Nederlands, doen jullie via het web, via internet? Ja, dat is nu groeiende. Hè? Dus we zien dat we daar heel hard in groeien. Zo'n beetje 3 keer zoveel als normaal. Maar dan moet je denken aan enkele procenten van de totaal. En dus het is niet, nog niet dat het compenseert het verlies dat we draaien in de winkels. En is dat marktconform? Ik bedoel, het klinkt als heel weinig. Ik bedoel, die kazen die jullie hebben, die kun je toch redelijk makkelijk via e-commerce, zeg maar, versturen? Of werkt dat niet zo? Ja, het is misschien nog. We draaien die winkel al 20 jaar, de webshop. Het heeft nu meer focus dan normaal, vanzelfsprekend. Ja. Het bijzondere is dat we het ook nog eens wereldwijd doen. Dus we sturen naar zo'n 90 verschillende landen die pakketjes. Ja. Maar het is niet heel. Het versturen van levensmiddelen, dat is. Ja, dat moet je ergens ook wel durven, zeg maar, als klant. Het gaat gelukkig heel goed. En het groeit nu gelukkig heel hard, want het gaat echt snel nu. Maar het is nog steeds niet
dat het echt heel substantieel deel is van de omzet. Nee, dat snap ik ook wel. Hey, en als jij naar de toekomst kijkt, hè, wat ik zelf merk nu is dat business in mijn wereld, hè, en dan de eventwereld, op zich wel doorgaat op sommige punten, maar heel erg ad hoc. Is natuurlijk geen mens nu die zoiets heeft van, oké, we gaan in november gaan we eens een keer een congres organiseren of zo. Hoe ver kun jij vooruit kijken als het gaat om rekenmethodes? Want je hebt toch, ja, bedoel, met zoveel mensen heb je toch een hele hoop vaste kosten. Ja. Hoe calculeer jij? Wanneer denk jij dat het weer gaat lopen, dat die toeristen weer komen? Heb jij daar methodes voor? Hoe doe je dat? Ja, dat is gewoon koffiedik kijken, omdat we nog niet eerder een crisis van deze orde hebben gekregen. Dus je kan hooguit denken in verschillende scenario's. En een van de dingen die we meteen al zeiden van, nou, de komende maanden zal het niet zijn. Hooguit, er werd al vrij snel voorspeld dat pas vanaf juni, en dat blijkt nu ook uit te komen, er weer beweging in gaat komen. En toen hebben we gedacht van, nou, het zou wel zo kunnen zijn dat we vanaf juni wekelijks met 5% gaan groeien. He, dus zeg maar waar we begin juni nog op ongeveer 5% van de normale omzet zaten, zitten we nu ook alweer op 10%. Dus we zien ook wel dat nu stapsgewijs omhoog gaat. En we hopen dat het ook die lijn doorzet. Dus dat we elke week 5% terugkrijgen tot, nou ja, over 20 weken 100% zou mooi zijn. Maar dat moeten we dan nog maar zien. Moet jij ingrijpende maatregelen treffen of heb je genoeg buffer dat je het uit kan zingen, denk je? Hangt een beetje af van hoe het herstel verloopt. Maar we hebben wel het vertrouwen dat we geen ingrijpende maatregelen hoeven te nemen in de zin van het ontslaan van veel mensen. We hebben wel een aantal tijdelijke contracten niet doorgezet. Hoe belangrijk is het het feit dat jullie zijn is een familiebedrijf, hè, toch? Tenminste, dat mag ik wel zeggen. Ja. 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 Hoe belangrijk is dat in een tijd als deze, die dynamiek van een familiebedrijf? Ja, heel belangrijk. We bestaan 46 jaar. We hebben veel verschillende economische tijden gekend. We hebben ook wel crisissen gehad, soms extern en soms wel intern. Mijn vader die heeft ook gewoon een brand meegemaakt in 1985, waarbij het hele bedrijf afbrandde. Ja, dus we hebben wel soms letterlijk voor hetere vuren gestaan. Ja. En zo'n familiebedrijf, we maken beslissingen op lange termijn. En dat merk je nu ook wel in hoe stevig we ondanks alle storm blijven staan. Ja. Denk jij dat het... Zit er de positieve kant aan deze tijd? Ja, zeker. Nou, je wordt er heel creatief van. Hè? We zijn echt wel nieuwe dingen aan het ontwikkelen. Je merkt ook dat de cultuur binnen het bedrijf heel belangrijk is geworden en ook heel erg goed is. En dat is wel heel, heel mooi. We krijgen echt wel heel veel positieve reacties vanuit de medewerkersgroep. En ik denk dat ook wel iets heel moois is. Zeg maar. We krijgen echt een gevoel van saamhorigheid. Dat gaat ons ook heel erg helpen in de komende tijd. Zelfs als je elkaar niet in het echt kan zien, of tenminste, dat lijkt me zo lastig. Als je het liefst zou je die 500 man volgens mij bij jou in de schuur naar binnen gooien en dan met elkaar er samen over praten. Maar dat gaat natuurlijk niet. Nee, dat gaat niet. Het is ongelooflijk hoe snel je wel natuurlijk gewend raakt aan die nieuwe middelen zoals Zoom en Teams. We hadden dat programma net geïnstalleerd. Ik had daar nog nooit van gehoord. En opeens had ik mijn eerste teamsvergadering en op dezelfde dag ook de tweede teamsvergadering. Dus ja, dat is binnen no time een enorm een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Dus dat heb je ook georganiseerd, dat mensen elkaar ook zeg maar, op deze manier gewoon ontmoeten en spreken en doen? Ja, zeker. Ja. Er wordt heel veel via die nieuwe media gecommuniceerd. Grappig. Hey, tot slot, denk jij dat er dingen... want dat is natuurlijk nu een beetje het gesprek, hè, van is het nou een crisis en straks is het weer lekker normaal, of het is een crisis en we belanden in een ander soort wereld of zo. Denk jij dat als je naar je eigen business kijkt, dat de dingen permanent gaan veranderen door deze crisis, of denk je nou vanaf volgend jaar of zo, dan gaan we weer back to normal? Ja, ik verwacht zelf dat, kijk, de wereld is hoe dan ook altijd in verandering en mogelijk dat deze crisis een aantal veranderingen wat versnelt.
Maar ik verwacht wel dat we weer back to normal gaan. Ik denk niet dat het elkaar geen hand geven, het 1,5 meter afstand houden. Dat lijkt me toch wel typisch een tijdelijk iets. Mm-hmm. Kan ernaast zitten, maar vaak zie je dat naarmate als de crisis het diepst is, dan denken mensen dat het nooit meer goed komt. Net zoals dat, ja, als de top het hoogst is, dan denken mensen dat het alleen nog maar verder omhoog kan. En, ja. Dat is ook alweer het voordeel van een familiebedrijf dat al zo lang meedraait. Mm-hmm. Dan weet je, het wordt altijd weer, het gaat altijd weer terug naar normaal. Ja. En dus gaan we straks ook gewoon weer lekker kaas verkopen aan Chinezen, Italianen, Spanjaarden, Amerikanen en wie ook allemaal in het prachtige Amsterdam op bezoek komt. Nederland. Ja, zeker. En onze lokale bewoners. Want dat is wel iets wat we ook zien is, ja, die support your locals beweging laat wel zien dat mensen ook gewoon heel graag lokaal willen kopen. En dat hebben wij ook gemerkt. Ja. En wij vinden ook, ja, we ontwikkelen ons bedrijf ook wel zo, wij willen ook gewoon steeds aantrekkelijker worden voor de lokale bewoners. We hebben net in februari een winkel geopend aan het Damrak, waar we ook echt gewoon een heel mooi lokaal assortiment hebben met verse uitsnijkazen, verse noten. En, dat is gewoon iets om waar we ons ook wel in verder ontwikkelen. Want verhoudingsgewijs, inderdaad, het beeld is natuurlijk heel erg inderdaad, hè? De toeristenwinkels. Maar verhoudingsgewijs, ja. Hoeveel verkoop je nou eigenlijk aan, zeg maar, de Nederlander aan kaas en hoeveel verkoop je aan de toeristen? Ja, weet ik niet precies. Het is nog niet genoeg, vinden we. Dat zouden we echt graag meer willen. Zeker in Amsterdam willen we dat heel graag meer hebben. Want daar merken we ook dat we nog wel eens een beetje worden gezien als een toeristenwinkel. Dat imago willen we absoluut niet. Wij staan open voor iedereen en wij heten de Amsterdam, maar ook van harte welkom in onze winkels. Dus we hopen dat ze ons op den duur zullen vinden. Percentage is echt heel lastig te bepalen, hè, van hoeveel procent van welk land komt nou in onze winkels. Ja. Ook omdat, ja, als iemand Engels spreekt, dan kan het zomaar iemand zijn, een expert die in Amsterdam woont. Ja. Maar iemand die Nederlands spreekt, kan ook zomaar een Fransman zijn die een cursus Nederland heeft gedaan. Precies, precies, precies. Dat weet je allemaal niet precies. Nou ja, als ze maar kaas blijven eten, toch? Zo is het. Hey, mag ik je danken, Wiebe, voor deze inzichtzagen. En heel veel succes met de komende periode. En een mooi bedrijf heb je. Dankjewel en jou ook succes.